over de paraplu die ik zojuist in die deur stak. Die deur wordt aan de binnenkant verwarmd. Dus de paraplu ook. Dus het condens en het vocht op die paraplu, dat gaat allemaal weg. En zo zit deze auto helemaal vol met allerlei idioterie. Dingen die je niet kunt bedenken, die zitten op deze auto. Waarom? Omdat het een Rolls-Royce is. En een Rolls-Royce is niet noodzakelijk. De wereld kan zonder een Rolls-Royce. Maar er zijn mensen die een Rolls-Royce wel heel leuk vinden. En waarom vind je een Rolls-Royce gaaf en mooi en leuk en interessant en wil je hem hebben? Omdat hij vol zit met debiele dingen. Wat dacht je van het streepje over de zijkant van de auto? Een hele mooie lijn. Dat is niet een stukje tape of zo. Hè? Ja, er zijn autofabrikanten die doen dat met een stukje tape. Bij Rolls-Royce niet. Bij Rolls-Royce hebben ze één man in dienst. Nou, ze hebben een heleboel in dienst, maar ze hebben één man in dienst. Die kan dat streepje met een penseel zetten. En dat doet hij van voor tot achter in één vloeiende beweging. En het penseel heeft eekhoornhaar. Wat zei je? Eekhoornhaar heeft het penseel. Waarom eekhoornhaar? Omdat dat het penseel is waar je het mooiste streepje mee trekt. Jawel. En dat is het natuurlijk niet. Want ik zit momenteel met mijn beblubberde voeten vol in het UX. Wol, oftewel het wol uit Australië van schapen. Dat is lekker, daar val je lekker diep in met je zolen. Hè? En als je troep aan je voeten hebt, dan verdwijnt dat erin, dan zie je dat niet meer en zo. En dat is een beetje raar, maar dat hebben ze nou eenmaal bij Rolls-Royce. De Cullinan. Mooie naam wel trouwens, hè? Cullinan. Dat is echt een beetje zo British, hè? Overigens, die naam die komt van de grootste diamant ooit gevonden. En die grootste diamant die is dan weer onderdeel van de Britse kroonjuwelenverzameling. Jawel, daar is deze auto nou vernoemd. Het is de eerste SUV van Rolls-Royce. Hij heeft vierwielaandrijving, maar hij is gebaseerd op de Phantom. De architectuur van deze auto komt overeen. De motor komt overeen. 570 pk 12 zinnen met twee turbo's die altijd kracht leveren. Het maakt niet uit wanneer je op het gaspedaal gaat, er is altijd kracht. Het is trouwens heel ordinair om in een Rolls-Royce heel hard te rijden. Maar ik ben ook geen eigenaar van een Rolls-Royce. Ik test hem alleen maar. Dus ja, gewoon. Ja, kan dan toch wel eventjes. Maar we hadden het over de naam en over de auto zelf. Het is een SUV en dus heeft hij vierwielaandrijving. Nou, wat kun je nou met vierwielaandrijving? Juist. En dat is dan gelijktijdig ook weer heel ordinair, hè? Met een Rolls-Royce. Zo'n edele auto, zo'n voorname auto. Groot, statig, kostbaar, wit, lichtblauw interieur. Daar ga je niet mee door de prut. Nee. Dat hoort niet. Dat doe je met een andere auto. De ding kost vier... Zeg ik nou dat ding? Ik bedoel, deze Rolls-Royce kost 417.000 euro. En dan heb je hem kaal. En er is natuurlijk helemaal niemand. Want je bent echt een ontzettende kneus als je een kale Rolls-Royce koopt. Dan kun je een Rolls-Royce kopen en dan heb je een standaard. Weet je, dat er wordt geen standaard Rolls-Royce geleverd. Doen ze niet. Dat kan wel, maar doen ze niet. Je kunt kiezen uit heel erg veel. In dit geval is er vrij riant gevinkt in de optielijst. En dan komt de prijs 130.000 euro boven die 417.000 uit. Inderdaad, een kleine 5,5 ton. Er zit ongeveer een BMW M4 aan opties op deze auto. Heb je ook wat? Je kunt trouwens kiezen uit, heel eventjes voorzitten, 44.000 kleuren. 44.000 kleuren, je hoort het goed. Maar jij bent een ondernemer, een entrepreneur, je verdient heel veel geld. Je kunt dan zo'n Rolls-Royce kopen. En als je zo'n ondernemer bent, ben je ook een beetje een eigenwijze man natuurlijk. Want daarom ben je zo'n geslaagde ondernemer. En als je een beetje een eigenwijze man bent, dan wil je niet kiezen uit een van die 44.000 kleuren. Nee, nee, je bent eigenwijs. Jij wil je eigen kleur. Dat kan. Stel je voor, hè? Ik ben ook een beetje eigenwijs. Ik wil hem heel graag in het heel licht blauw hebben. Dan kan ik daar een kleur kiezen. En met die kleur ga ik naar Rolls-Royce. Naar Goodwood en dan wordt dat mijn kleur en dan heet dat Budding Blue. En dan mag niemand anders die kleur gebruiken. Dat is mijn kleur. Tenzij ik zeg, als jullie het vragen, mag ik die kleur gebruiken? Ja, dat kan ik zeggen. Ja, dat is oké. Doe maar, joh. Doe ik niet. Dat is mijn kleur. Jullie krijgen hem niet. Dat kan dus, hè. En je kunt nog veel verder gaan. Je kunt achterin whiskyglaasjes krijgen en een decanteersetje en een koelertje en dit en dat en zus en zo. En dat kost je dan 21.000 euro. Jawel. 21.000 euro
kun je eigen whisky drinken. Heb je twee stoelen in plaats van een omklapbare achterbank. Want een omklapbare achterbank is natuurlijk ook heel ordinair. Wat moet je nou met een omklapbare achterbank? Ja, als je te veel spullen achterin meeneemt. Maar als je te veel spullen nodig hebt, dan heb je daar je personeel voor. Als je een Rolls-Royce eigenaar bent, die komt dat spul halen en brengen. Dus twee stoelen, dat is wat je nodig hebt. En dan krijg je ook een raampje achterin. Wat stel je nou toch voor dat jouw chauffeur die achterklep opent om je tas eruit te pakken. Je zit met je nek in de kou, in de wind. Dat is zo vervelend. Nee, dat wil je niet. Deze. Hoe prettig natuurlijk. Voor de bubbeltjes. Maar hier komt hij. Je zit lekker achterover. Je wordt gereden en je legt je hoofd in het hoofdkussen. En dan voel je marterhaar. Jawel. Dit hoofdkussen is gevuld met haar van een marter. Waarom? Nou, als je ooit de kans krijgt om je hoofd in een kussen van marterhaar te leggen, dan snap je waarom. Beter wordt het niet, jongens. Maar hey, ik ben autojournalist, hè? Dus gewoon even netjes vertellen wat we aan het doen zijn, waarin we zitten. Dat is de taak voor vandaag. Lekker, joh, als je over je verkeersdrempels rijdt. Die luchtvering, zo soepel. Je voelt ook dat de achterwielen sturen. Dus die auto is heel groot. Ietsje hoger dan een Phantom. Ietsje korter dan een Phantom. Maar het is heel veel auto. Maar doordat die achterwielen sturen, gaat die auto ook makkelijk de bocht op. Enfin, we hadden het nog even over de binnenkant. De binnenkant, daar zit hout in. Ja, hè. Het is een Rolls Royce, daar hoort hout in. Nou, nee, Rolls Royce is nog steeds aan het verjongen. En ze vinden hout is een beetje geweest. Maar toch zit deze auto vol met chevron hout. En het is hout waarbij je de nerven voelt. En die zijn exact op elkaar gelegd. Je vindt in de wereld nergens een houten vloer die zo mooi gelegd is als in deze Rolls Royce. Ik bedoel, hout in een auto, je moet het niet willen. Behalve als het dit hout is. Het is wel heel fijn is als je nou in staat bent om zo'n Cullinan te kopen en je hebt ook gewoon de ballen om het te doen, dan loop je niet het risico dat er verderop in de straat ook zo'n auto is. De productieaantallen zijn namelijk bijzonder laag. En dat is gedaan om de auto uniek te houden. Dus als jij naar Cito in Eindhoven bent gegaan, afgereisd, je hebt een Cullinan besteld, je hebt hem op kunnen halen, je bent een hele grote genieter in die auto, dan ben jij waarschijnlijk in een hele grote omgeving de enige. En mocht iemand nu op het idee komen, ik ga ook zo'n ding halen. Ja, waarom niet? Hè? Maar zeg, heb je. Weet dan dat je eventjes moet wachten. Een beetje levertijd op. Schat, weet niet helemaal precies, maar een beetje meer dan een jaar. En dat is dan misschien ook wel weer afhankelijk van hoe je hem gaat aankleden. Welke opties je erop stelt. Maar ook dat is dan weer leuk, want dan heb je wat naar uit te kijken. En bovendien, dan kun je een jaar lang iedereen vertellen in je hele omgeving. Jongens, ik ga een Rolls Royce Cullinan krijgen binnenkort. Voor wat het waard is. Dan moet ik een oordeel gaan vellen over de Rolls Royce Cullinan. Die auto is controversieel. Dat is trouwens elke Rolls Royce. En deze helemaal. Hij heeft een afwijkend uiterlijk. Maar daar moet ik iets over zeggen natuurlijk. Hè? Mooi of niet mooi. Maar ik ga het helemaal niet doen. Gaan jullie er zelf eens over oordelen? Laat mij maar weten wat je ervan vindt. Maar even in ogenschouw genomen. Een Lamborghini Urus. Mooi? Nee, ja, je wil hem misschien hebben. Ik zou hem ook willen hebben. Maar is hij mooi? Ik weet het niet. Een Bentley Bentayga. Mooi? Afijn. Daar hebben we het eventjes niet meer over. Is die goed? Ja, hij is heel erg goed, de Cullinan. Hij is heel bijzonder gebouwd, zoals elke Rolls-Royce dat is. Is die voldoende afwijkend ten opzichte van de Phantom? Dat vind ik niet helemaal. Hij zou ietsje in zijn karakter wat afwijkender mogen zijn. Ik vind nu dat het erg overeenkomt. En dat klopt ook, want de auto komt ook overeen. Hè. Technisch komt hij overeen, de motor komt overeen. Hij is een beetje anders geproportioneerd. En hij heeft dus 4 wielaandrijving. Maar je kunt het ook anders bekijken. Hè. Als je nou alle aspecten van deze auto naast elkaar zet, dan kun je bijna niet anders concluderen dan dat dit de meest briljante auto ter wereld is. Want hij kan alles. Je kunt er heel geriefelijk mee door Europa rijden. Je kunt er heel hard mee rijden, want je hebt heel veel vermogen. Je bent altijd heel comfortabel onderweg. Je hebt altijd een verhaal. Er zit heel veel op en aan. Er zit veel meer op en aan dan je misschien voor mogelijk houdt of dat je ooit gaat beleven. Hij is ruim. Je komt nooit voor ellende, want je hebt 4-wielaandrijving en je hebt
bodemhoogte, wagenspeling. Je kunt door een halve meter water heen rijden. En noem het maar op. En heeft hij ook nog eens heel veel ruimte. Ja goed, dan heeft hij misschien een beetje controversieel uiterlijk. Bijzaak is dat. Het gaat om alle functionaliteiten en de mogelijkheden. En gelijktijdig is dat misschien ook wel de makke van deze auto. Want hij kan er alles en hij is alles. Maar moet hij ook alles zijn? Want als je 500.000 euro te besteden hebt aan een auto, dan heb je vaak niet één auto. Dan heb je er ook niet twee, niet drie. Nee, het is bekend dat Rolls-Royce-eigenaren vaak 7 auto's of meer hebben. En een vliegtuig, dat ook. Maar we hebben het nu over auto's. En als je 7 auto's hebt, dan zit daar een sportauto bij. Misschien wel een Corvette Z1. Dan zit er een terreinauto bij. Een hele dikke aangeklede Defender. En noem maar op, dat heb je allemaal in de verzameling. Dus waarom moet jouw Rolls-Royce dan ook alles kunnen? Nou, omdat het een Rolls-Royce is. Dat is de filosofie van Rolls-Royce altijd geweest. Hij moet eigenlijk zoveel mogelijk kunnen. En hij moet overal reserve voor hebben. Ja, dat heeft deze Cullinan.